zodra ik het moet gaan hebben over mijn leven en zodra dan zeg maar echt diep diep op doorgevraagd wordt, ja, dan hou ik het echt niet droog gewoon. Ik voel me echt een eenzame volwassen persoon in mijn plas, had ik een klein beetje bloed, dus toen was ik echt heel erg geschrokken. Nou jongens, ik ben nu thuis. Ik ben echt kapot. Dus ik ga mijn make-up eraf halen en douchen en slapen. Morgen moet ik vroeg naar een meeting. Dus ja, we worden vroeg opstaan. Dus ik zie jullie morgen weer. Hey jongens, het is alweer de volgende dag. Ik ga even snel mijn SD-kaart formateren, want hij zit helemaal vol. Ik kan maar 1 minuut filmen. Maar ik ga zo naar een meeting en ga jullie straks in de auto vertellen waarvoor die is. Zo, ik zit in de auto. Ik heb een meeting voor mijn eigen docu. En het is geen docu van, nou, dit is mijn leven. En, of over zwangerschap of zo, dat ze me gaan volgen. Maar het gaat eigenlijk over een gebeurtenis in mijn leven. Ik weet niet of ik er eigenlijk überhaupt wel veel over mag vertellen. Maar ik zal het een beetje in grote lijnen vertellen. Gewoon een gebeurtenis in mijn leven. Waar ik eigenlijk nooit over wou praten. Maar ik merk toch, als ik kijk naar de media, dat het onder de jongeren best wel vaak gebeurt. En dat er eigenlijk nooit echt iemand over praat. Heb ik besloten om er toch wat over te vertellen. Ja, gewoon wat er in mijn leven eigenlijk allemaal is gebeurd. Waardoor die dingen zeg maar bij mij zijn gebeurd. Ja, social media wordt nu op het moment steeds groter en groter. En je ziet dat heel veel jongeren steeds sneller op een telefoon hebben. En op social media zitten. Maar er zijn heel veel leuke kanten van social media. Zoals TikTok en grappige video's en viraal gaan. Maar er zijn ook natuurlijk... Ja, media is natuurlijk ook een hele duistere plek. De jongeren moeten behoeden voor de dingen die op social media en in de media kunnen gebeuren. En dat is toch wel iets waar ik mij voor ga openstellen. En ik vind het heel moeilijk. Ik denk ook dat ik echt partij ga lopen janken. Want het is heel erg confronterend voor mij. Voor de mensen die me al lang volgen, die weten waarschijnlijk al waar ik het over heb. Maar voor nu wil ik het eventjes zo in grote lijnen laten. En ik hoop dat we gewoon snel van start kunnen gaan. We zijn al een soort van begonnen. Maar nu is het gewoon een meeting. Om eventjes alles gewoon goed op een rijtje te hebben. En dan ga ik naar werk. En ik heb die Giorgio Armani opgespoten. Echt maar 2 spuitjes. En ik ruik gewoon helemaal daarna. En ik... Oh, deze geur. Echt heerlijk. Nou, ik ben net terug van die meeting. Gelijk lopen janken ook daar weer. Zodra ik het moet gaan hebben over mijn leven en zodra dan zeg maar echt diep diep op doorgevraagd wordt, ja, dan hou ik het echt niet droog gewoon. Maar hopelijk gaat het door deze docu. Ga proberen zo snel mogelijk eraan te werken, omdat ik natuurlijk begin juli ben uitgerekend. Dus ik zou het wel heel graag willen voor mijn bevalling, want na mijn bevalling denk dat ik toch alleen maar bezig ga zijn met die kleine van ons. En dat ik er dan ook eigenlijk helemaal geen zin in heb om dan aan een docu te werken waar ik nogal emotioneel van kan worden, zeg maar. Ik ga nu naar huis. Ik heb nog een uurtje en dan ga ik door naar werk. Hey jongens, vandaag is het dinsdag 31 januari en ik ben jarig vandaag. Alleen ik voel me echt totaal niet jarig. Ik ga ook helemaal niks doen. Ik ga gewoon naar werk. Ja, ik heb ook helemaal geen zin in mijn verjaardag. We hebben natuurlijk die gender review afgelopen week gehad. Ik heb zoveel cadeautjes gekregen, dus voor mij was dat meer mijn verjaardag. Maar ik ga wel gewoon werken. En ik ga even mijn Giorgio Armani My Way opspuiten, want dit is gewoon mijn fave. En je hoeft echt letterlijk maar 2 spuitjes te zetten en je bent gewoon good for the day. Nou, ik ga even een kaarsje kopen, want ik wil even een TikTok maken dat ik jarig ben. Vet zielig. En dan ga ik naar werk. Dus ik zie jullie zo. Oh ja, en nog een vraagje. Hoe oud denken jullie dat ik ben geworden? Zet het in de comments. Ik voel me echt een eenzame volwassen persoon die op de verjaardag gaat werken. Maar ja, hey hè. That's life.
Een dag niet gewerkt is no money. Tijd is geld, zeggen ze dan, hè? Nee, maar ik heb wel een paar cadeautjes die volgens mij naar Fanny zijn gestuurd. Door een kijker van mij. Dus dat, ja, ik had een Snapchat doorgestuurd gekregen van een kijker die een cadeautje voor me heeft gestuurd voor mijn babyboy. Dus dat is echt super lief. Ik begrijp echt niet hoe mensen zo lief voor mij zijn. Soms denk ik ook echt van, dat verdien ik helemaal niet. Maar oké. En een vriendin van mij die kon niet bij de Genderview Party zijn. Dus die wil ook een cadeautje even afgeven. Bij mijn werk. Dus ik ben benieuwd wat ik allemaal te wachten sta. Helaas is Noorden nog steeds ziek op mijn verjaardag. Maar we hebben vandaag de show met Youssef. Dus dat is ook heel leuk. Dus ook altijd lachen met hem. En ik ga maar even focussen op de weg voordat ik weer allerlei mensen bijna aanrij. Er zitten ook echt mensen in mijn auto te kijken van hoe vlog jij en rij je auto tegelijkertijd. Don't try this at home, kids. De ritjes naar Rotterdam duurt altijd best wel lang. En ik word altijd best wel moe. Dus om de tijd een beetje te verdrijven, luister ik altijd oude tunes. Zodat ik gewoon high ben. En dat ik dan genoeg energie heb om naar Rotterdam te rijden. Jan Duvari. En dat zegt ook iets. Want. Wat zegt dat? Dat zegt namelijk dat iemand jarig is. Wat is dit voor liedje, bro? Wow, wat is dit? Is er iemand? Ja. Jullie vragen dit aan de verkeerde persoon. Hij viert geen verjaardag, Mattie. Nou jongens, ik heb mijn pakketje binnengekregen van een kijker van Snap. Nou, het is een hele mooie doos. Ik ben echt benieuwd wat erin zit. Dat lukt niet met één hand. Vonneke, je hebt ook een pakketje, zie ik, voor je. Ja, ik heb een cadeautje gekregen, zie ik. Ja, ik heb echt hele lieve Snapchat-kijkers. Ze vroegen van waar kunnen we een cadeautje voor jou en je kindje naartoe sturen. Dus ik zei van nou, stuur maar gewoon naar mijn werk. Dan zie ik het vanzelf wel binnenkomen. En het is echt een hele mooie doos. Kijken. Oh! Ja, er staat op. Een bepaald merk. Er staat op spread a little happiness everywhere you go. Nou, ik ga hem openmaken hoor. Ik ben benieuwd, wat zal het zijn? Oh, nog een mooie brief. Een hele brief erbij. Zal ik hem voorlezen? Ja, gewoon. Lieve Vonneke en Davinio, ik wil jullie nog een keer feliciteren met jullie zwangerschap. Ik hoop dat jullie een prachtige gezonde zoon mogen krijgen over een paar maanden. Ik vind jullie beiden het voorbeeld van hoe positieve invloed kan zijn. In goede en slechte momenten zijn jullie eerlijk en oprecht. Blijf zoals jullie zijn en blijf vooral doen wat jullie nu al doen. Dat is een voorbeeld voor ons namelijk. Oh. Wow. Ik heb wat leuke dingen voor jullie zoon en jullie gekocht als cadeau. En nu hopen dat het jullie smaak is. Heel veel liefs, Kitty. Shout-out naar Kitty, hoor. Ja, kijk super hoe schattig. Lief. Oh, leuk. Zo'n knuffeltje. Ja, ja en Winnie de Pooh. Wat is dit? Dekentje volgens mij is dat, toch? Nee, het is een badjas. Oh, mini badjas. Kijk eens. Kijk eens. Shout-out naar Kitty. Ja, echt super lief. Nu kon ik ook gewoon blij maken met kinderen. Ja. Oh, en babyboekjes. Van twee beertjes. Beertjes, ik vind je lief mama en ik vind je lief papa. Nou, we gaan natuurlijk alleen mama voorlezen. Nee, super lief. Als Kitty luistert, ik wil je heel erg bedanken. Het is echt een heel lief cadeau en ik waardeer het heel erg. Ja, en als jullie nog meer cadeautjes op willen sturen, dan kan dat. Hè? Ik heb roti besteld bij Roeprang in Rotterdam. En voor de mensen die in Rotterdam wonen, die weten dit is de beste roti van Rotterdam. En ja, ik eet met de vork. Laat me met rust. Nou, een hele dikke shout naar mijn vriendin Bianca. Ze heeft even cadeautjes ook voor me gebracht. Deze ga ik thuis voor uitpakken. En een hele set van Nijntje. Lief klein konijntje, Nijntje. Alleen het rare is, ze heeft hier gewoon gedropt en ze is niet even komen goed. Ze is gewoon gelijk los toe gegaan. Nou, echt super lief.
Shout-out naar Bianca. Dat is mijn oude personal trainer. Maar ik was te lui om naar werk, zeg maar, elke keer naar de toe te gaan. Dus ja. Hey jongens, het is alweer de volgende dag. En ik wil graag zien hoe het gaat met onze zoontje. Dus we gaan nu even een echo doen. Jezus, hé. Bij OB. Dat is een camera. Ja, die heb ik gekregen voor mijn verjaardag. Echt, van wie? Van mijn moeder. Wauw. En is die beter? Ja, maar hij is kapot goeie. Oh, ingang is om de hoek. Ja, baby ligt echt tegen de placenta aan. Oké, met het armpje. Zie, dit is het armpje. Hij komt tegen de placenta aan. Het buikje is tegen de placenta aan. Het is daarom met 3D niet. Kom maar. Nou jongens, dit is echt super schattig. Ik heb dus een Farmpret Echo in Almere. Ik zet even de Insta en de website in de beschrijving. Maar je kan dus een beertje laten maken met de hartslag van je baby erin. En het klinkt zo. Ja, echt super leuk. Vooral als je in verwachting bent, dan is dit echt super schattig. Ik ben ook nu van plan om mijn echo's gewoon daar te gaan doen. En we waren ook van plan om een 3D echo te doen. Maar omdat mijn placenta voor ligt, is het heel moeilijk om nu al onze baby te zien. Dus bij 26 weken dan komen we terug en dan gaan we nog een keertje die 3D echo proberen. Nu gaan we even naar de stad, want Avinio had opeens random zin in een broodje. Alleen hij heeft de voedselvergiftiging opgelopen, dus ik hoop niet dat je straks alles weer eruit kotst. Nee, maar dat is het dus, omdat ik me daar nu op voorbereid. Dat ik dat broodje kan eten. Dat heb ik ook met mijn zwangerschap. Als ik zeg maar random iets ga eten, dan... Dat zou hartstikke missen. Ja. Ik wil wel zo naar de Subway. Dat kan niet, daar rijden we niet langs. Jawel. Nee. Ja, maar hier reden we ook niet langs. Je bent er ook hier. Nee hoor, hier reden we wel langs. Helemaal niet. Ach, ik ga even snel bestellingen van vandaag brengen naar DHL. En dan ga ik even naar de Albert Heijn om even eten te halen. Ik weet ook echt niet waar ik zin in heb. Ik denk een broodje met roomkaas of zo. En raketijsjes, die zijn op. Nou jongens, ik ben op werk. En van mijn allerliefste collega met wie ik eigenlijk een haat-liefde relatie heb, Noordin. Hij was er gisteren niet, omdat ik jarig was. Maar hij heeft een cadeautje voor me gebracht. Je had aan celeritis. Ja, weet je wel. Maar hij heeft een super lief verjaardagscadeautje aan me gegeven met een geurkaars die ruikt zo lekker van Janssen in cherry blossom en anti-aging crème, omdat hij vindt dat ik er oud uitzien als mijn kind is geboren, dat ik het nodig ga hebben. Dat vaak hoor je ineens achteruit, dan word je denken oud. Ja, dus dat. Je kunt het maar beter voor zijn. Ja, dat vind ik heel fijn voor je dat je daar mij op behoedt. En ik had gisteren een Zwitserbox gekregen, maar ik ben het helemaal vergeten te filmen. En ik heb die box ook al helemaal uit elkaar gehaald. Dus ik laat jullie wel even snel een video zien die ik gisteren had gemaakt. Hoe lekker is dat, een Zwitserbox? Ja, kapot lekker. Er zaten allemaal shampootjes in voor mijn zoontje. Douchegel, cremmetjes. Dus mijn kind gaat gewoon helemaal ruiken naar Zwitser. Ik hou van Zwitser. Ja. Maar de belangrijkste vraag voor vandaag is, nee, ben ik niet breder geworden? Nee, dat niet inderdaad, maar... Vreselijk. Wat gaan we eten? Oh. Ja, goed. Je hebt al prep foods bij je. Ja, maar ik heb er toch even geen zin in. Jilla food. Hij begint wel die Jilla kast. Hey, die hottie was lekker vorige keer, ja. Hè? Maar ik heb dat gisteren al gegeten met Youssef. Dus helaas. Maar mensen, als jullie benieuwd zijn... Als ik er één dagje niet ben... Als jullie benieuwd zijn wat Noordin's Insta is, het is Noordin Blessing, toch? Blessing. Blessing. Noordin Blessing. Hi jongens, ik ben nu onderweg naar werk. Het is vandaag donderdag, morgen staat deze video online. Dus ik moet even... Heel wat domme wijf, ik hoef van rechts, je hebt voorrang, biatch. Nou, in ieder geval, ik heb mijn jurkje aan van de Zara. En veel mensen vroegen dus waar ik deze jurk vandaan had, want ik had op mijn Snapchat gezet dat ik even iets comfies, meer comfy kleding moest halen, omdat ik dus zwanger ben. En al mijn broeken pas ik al bijna niet. Maar mijn joggingpakken en
die huissetjes, die past ik nog wel. Dus ik had deze gehaald. Ja, veel van jullie vroegen waar ik het dus vandaan had. Ik heb het van de Zara. Alleen het artikelnummer, ja, dat weet ik niet. Ik heb ook weer even raketijsjes ingekocht. En ik ben gewoon helemaal in love met Bar Le Duc water. Dus die heb ik ook meegenomen. En voor de rest, het eten gaat nog steeds echt slecht. Maar ik ben nu 4,5 maand. Dus het wordt echt even tijd dat ik groentes en weet ik veel wat ga eten. En wat ik gisteren dus was vergeten te vertellen. Ik had dus in mijn bloed. Ik had in mijn plas had ik een klein beetje bloed. Dus toen was ik echt heel erg geschrokken. Dus daarom was ik naar die PET-echo in Almere gegaan. En ik ben echt opgelucht dat, dat alles eigenlijk goed is gegaan. Dit was alweer de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een superleuke vlog vonden. Zijn er nog dingen die jullie van me willen weten? Of leuk zouden vinden als ik daar een video over zou maken? Laat het weten in de comments. Ik dacht misschien een Get Ready With Me video. Of een make-up tutorial. Of een night routine of zo. Ja, laat me even weten. En dan hoop ik dat ik jullie weer zie bij de volgende video. En als je een melding wilt krijgen als ik een nieuwe video heb geüpload, klik dan even op het belletje op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer en geniet van jullie weekend. Hey, later. Ciao, miau, klauw.